Cultuuragenda. Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Even kort, wie bent u, wie is u en even kort wat. Ja, ik ben Mark Didde. Ik zing Nederlandstalige en Limburgstalige liedjes. Werk dagelijks in het onderwijs op het Eikhagen College, OG in Landgraaf. En daarnaast ben ik nog met tal van andere dingen bezig. Maar het duurt voor dadelijk. Of voor dadelijk wellicht, hè. Ja. Laten we maar meteen nog ietsje nummer gooien, Mark. Giethoezer, wat kan ze daarvan vertellen? Ja, dat liedje dat bracht ik in 2007 uit. En dat ga je een beetje over als Limburgers, dat sommigen als ze op de televisie of de radio komen, dat ze heel erg met een HLG proberen te praten. Oh, ja. Had ik in het verleden ook gedaan, ben ik langzaam... Goh, is dat zo? Ja, ben ik een beetje van afgekomen. Ja. Maar... Tot trend is gezat. Ja, en daarom dat zing ik ook een beetje dadelijk in dat liedje. En dat geeft er eigenlijk een beetje over als Giethoezer. Ja, blijf vooral naar de tekst luisteren, Leeflu. Want het is geniaal wat hij Mark daarvan gemaakt had. Giethoezer, Mark Didde. Giethoezer, dat zijn voor die van boven de rivieren. En dat is de reden summer u voor ons blijven regeren. Want Limburgers die voelen zich al heel erg snel door loser. Giethoezer. Giethoezer, dat zijn voor wen we Hollandsch motten kallen. Dat sommigen nu verdrieven, huilands gewoon vervallen. Weg met de zachte G, het vluggedrag van door loser. Giethoezer. Tadam, dat is een lekkere tango trouwens, hè? Ja, muziek van Wim Hogekamp. Ja. Dat gemaakt. Ja, maar laten we even naar de historie gaan van Mark Didde. Wie bist u oorspronkelijk eigenlijk aan het zingen of componeren of noem het maar wat ze allemaal deze vertel. Wie bist u daar ooit ingerold? Hoe is dat gekomen? Nou, ik kan me herinneren dat ik immer al op de basisschool, op de Liegerschool, Oost de Minktiet nog, doe ik immer met de kerstmusical en allerlei dingen doe ik met. Maar ik vond ook immer al zingen leuk. En toen ging ik naar de Pabo. Dus ging ik daarna naar de HAVO en daarna naar de Pabo. En toen hadden we het Julfeest. Een heel groot festival in het Wijngrachttheater toen nog. En toen had ik een act bedacht waar ik veel bij moest zingen. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, als ik misschien nog eens naar zangles ga, dan zing ik over... Twee mond zing ik wel de sterren van de hemel. Nou, ondertussen zit ik 20 jaar op zangles. En weet ik dat ze er veel langer van nodig had. Had ze trouwens nog helemaal les? Ik ga nog helemaal elke week les, joh. Goeiedag. Ja, dus... Bij wem? Rini Hoebe. Nou, Rini, bij deze, blijf door, joh, met hem. Dat werd nog eens gek. Het werd nog eens gek. Ja. Maar dus merkte ik dat ik al... Maar op een gegeven moment, toen ik waar een jaar of 5 bezig was, toen kom ik eigenlijk in contact met de pianist die samenwerkte met Wim Hogekamp. Mm-hmm. Over juist de componist van het vorige liedje. Ja. En daar had heel veel melodieën. En dat zag eigenlijk stukig op een gegeven moment in die liedjes ook ging zingen. Want Wim Hogekamp is de 35 jaar geleden overleden. Mm-hmm. En toen werd eigenlijk de kiem gelacht dat ik dacht van ik ga nu een paar jaar zangles. Laat ik nu eens een aantal van die liedjes met een Limburgse tekst voorzien. En laat ik daar met gaan optreden. En dat was een beetje 2006, 2007. Toen kom ik de eerste keer met Giethoezer. Trouwens, Giethoezer inderdaad in 2007 regelmatig te horen geweest bij RTV Parkstad. Ja, ja. Toen nog radio. Ja, toen was nog radio Parkstad. Dan zat het nog bij het Roda Stadion. Ja, bij het Roda Stadion. Ja, maar in ieder geval, dat is eigenlijk de kiem geweest dat ik ging zingen. Mm-hmm. En dat had zich langzaam een beetje ontwikkeld. En ben ik ook nerveus dat ik Limburgse liedjes kon zingen. Ben ik ook Nederlandstalige liedjes gaan zingen. En dat is een beetje zoals het gegaan is. Nou, vergunt het tweede dialectliedje. Het tweede dialectliedje, ja. En van jou nog Heerlen. Wat kan ze vertellen over dat nummer? Wat kan ik vertellen over dat nummer Heerlen? Dat is een melodie van Astrid Nijg. En Astrid Nijg kennen we van Ik Doe Wat Ik Doe. Ik doe wat ik doe. Bekendste nummer van haar. Dat is het dongst toe, hey, och waar, Ik Doe Wat Ik Doe. Ja, inderdaad.
En de had een melodie gemaakt en die vond ik heel erg schön. En toen dacht ik bij mezelf van, Hele had nog niet echt een lied. Terwijl Angerstede, Amsterdam, nou, daar kennen we 20 liedjes van. Maar van Hele nog niet. En toen dacht ik, laat ik Hele eens ook zo'n lied geven. En dat had ik toen gedaan. Samen met mijn toenmalige pianist Patrick Vaasens. Mm-hmm. Die ook piano en accordeon speelde bij dat liedje. Dat is toen ook nog met hij geweest. Ja, nog, in 2013 volgens ja, mij. En ik weet het, inderdaad 12, maar 2013 was je met... En ik weet ook dat we ook nog samen in de Oranje Nassau straat ja. hadden gestaan. Op het ja. podium. Ja. Ja. Met het lied erbij. Ja. En ik weet dat het heel veel, het waren de begindagen van TV Parkstad. Mm-hmm. En dat dat clipje op een gegeven moment houden ze zo'n dagcarousel. Ja. En dat het eigenlijk om de kwartier komt dat voorbij. Dus ik denk, de lu kennen het misschien nog of zijn er helemaal misselijk van goed en willen het nooit meer huren. Maar dan moeten ze, ja, ze moeten gewoon blijven loesteren. En dan heb je voor eigenlijk dat clipje nu nog moeten halen. Dat zal nog wel ergens door, maar... Ja, moeten de lu morgen maar gaan zoeken op... Morgen op YouTube zoeken, ja, hè. Hele van Mark Dedde, vergun loesteren wat er Mark Dedde over Hele te zingen had. RTV Parkstad. Wenn de winkels opengunt, ruig nog de straten. De pancraas, die loete klok, terrassen nog verloten. Op de stoep, een klee concert, de vogel nog gefloten. Ik god hele levenslang. In mij had gesloten, ik god hele levenslang. In mij had gesloten. Oh, wel zo'n schöne Monica op het eind, hoor. Heerlijk. Ik ken daar allemaal kippenvel van. Ja. Leuk liedje. En zo wie je zat voor Junter Clip toch nog eens een keer zoeken, wa? Dan moet hij bestemd nog in het systeem staan. Mark, de Koevenderstraat, daar hangt voor een verhaal bij je, man. Ja, en, ik woonde eerst in Heerlen-Zuid, de Heerlenbaan. En in 2014 ben ik in Hoensbroek, Heerlen-Noord, komen te wonen. En in 2017... Wat wordt er even? Gewoon, ik hou een beetje... Ik hou de Parkstad als gebied uitgekozen. En dan ben ik gaan kijken van waar vind ik een hoes. Waar ik denk van ja, dat ligt op steenworp afstand van het centrum. Ja. En wat ik een beetje tuin had. En toen kom ik door uit. Oké. En, Dat terzijde. En toen gingen ze in 2017 in Hoensbroek gingen ze een project doen. Hoensbroekse luisterliedjes. Mm-hmm. Bij de Hoensbroekse amateurkunst. Mm-hmm. En dat hoort door onder andere Ivo Rosbeek en Angelo Bombrini. Door de Amet. En de bedoelingen worden over liedjes te schrijven. Door Lex uiteraard. Lex, ja, Lex Nelissen, dames en heren. Ja, zeker. Dat ook een fantastisch nummer door metgedoen. Ja. En de Oeden Dubbel CD. En heel veel liedjes over Hoensbroek. Maar ook bestaande liedjes. Zeer ook even op de CD van Chef Diederen. En die liedjes die houden allemaal als thema Hoensbroek. Mm-hmm. En ik had een liedje gemaakt. En dat ging een beetje over dat ik merkte. Waar ik nu woonde in die straat. Dat ik binnen woont zich meestal vrij van Sjoel. En om de haverklap kwam bij mij aan de deur. Ik word daar wakker. En dan stond weer zo'n van de bol.com. En daar stond een van weet ik wat voor bedrijf. Stond voor de deur. Alleen maar pakjes, ik leek wel een postbedrijf dat ik gewoon begonnen heen. En toen moesten we de liedjes overschrijven. Over van allerhande onderwerpen. Ik denk, dat is een onderwerp voor een liedje. Nou, had ik een liedje een beetje in een cabaretteske stijl van gemaakt. En toen ben ik bij Ivo Rosbeek geweest. En dat had ook echt een beetje zoals vroeger cabaret Ivo de Wijs en Donkey Shock. En dat waren cabaretgroepen in de jaren 70. Ja. Een beetje in de stijl van die groepen had hij muziek erbij gemaakt. Mm-hmm. Ja, is er Ivo natuurlijk een meester in. Ja. En nog op veel meer gebieden, maar dit ook zeker. Ja, en hij had ook heel erg interesse, want het was ook meteen wat ik bedoelde. En dan loop ik ook meteen, want hij had alle platen gedigitaliseerd. Dus lood huren van, ja, ik ken Donkey Shock, want hij huurde me op je telefoon. Ja, ja. Had ik het stoor. En dus ja, dat liedje kwam moed op die plaat. En een aantal jaren later houden ze het idee om een clip ervan te gaan maken. Dus we hadden heel erg nagedacht van hoe kunnen we dat een beetje in een clip gieten.
Nou, die clip is er gekomen. Ik had een collega-acteur Han Rutte, gevraagd. Dat als postbezorger speelde in dat liedje. Johnny de Postbuhl. Ja, Johnny de Postbuhl 2.0 is hij. En nou ja, van clip opgenomen. En nou ja, dat wordt er bijna overal opgepakt. TV11 stonden in de top 10. En bij de Limburgse 10 komen er bijna binnen. Mm. Dus, en dat wordt dus in 2022 komt dat clipje uit. En ik word een paar jaar minder aan het zingen. Maar eigenlijk durf dat clipje had ik het weer allemaal een beetje opgepakt. En ja, ben ik ook wel met het theaterprogramma aan de slag gegaan en dat soort dingen allemaal. Maar het komt eigenlijk allemaal door dit liedje De Koe van der Stroot. Ja, en de postbuul die met alles van nog gaat bedienen en duur stong omdat de angelen niet heen worden. Ja, dat begon ze allemaal niet, ja. Want dat hadden ze natuurlijk niet allemaal zelf besteld. Nee, dat was voor u die niet heen worden. Ja, dat was voor links en rechts neer verder op in de stroot. Ja, leuk, Lu. En ook een leuke buurman die dat allemaal aanneemt. En dat was een liedje voor wat, hè. En dat was een liedje en nog een rechte verbeurt. Van genoesteren naar Koe van der Stroot. Dochter Mark Dedde. Vrije dag word ik stevast uit bed gebeld, omdat mijn hele buurt op het internet bestelt. Daar de buren weg zijn, kreeg de post er geen gehoor. Dus wordt er bij mij aangebeld, dat gaat maar door en door. Want van vroeg tot laat rijden die busjes zelf en aan. Dan lijkt mijn deur als postloket door te moeten gaan. Een pakje voor de buurvrouw en een doos voor verderop. Pakketje fout geadresseerd, het stapelt zich maar op. Een pakje van Zalando, Wegen, Bof van Bol.com. En ik moet maar weer kijken hoe ik straks de deur uitkom. Ja, ik vind het in ieder geval een vrolijke melodie. Ik werd er vrolijk van, ik zoek het nu. Nou, gelukkig, hè? Ja. En de rollende R wordt ook weer door. Ja, die woorden een beetje. Wij. Ja, wij. En dat is een liedje wat geeft eigenlijk een beetje over een relatie die, ja, die mooi begint en dan een beetje uit elkaar drieft. Mm-hmm. En dat nummer heb ik al een tijdje geleden geschreven, maar ik word met de Han Rutte die in dat clipje van De Koe van der Stroot stoot. Zijn voor het theaterprogramma begonnen, Tweevoud. En toen dacht ik, moest ze natuurlijk putten uit liedjes en teksten en alles wat ze heeft gebroken. En omdat ik het toch een heel mooi boeiend nummer vond, dacht ik van, dat is wel een geschikt nummer om een mooi moment in dat theaterprogramma te zetten. Mm-hmm. En dat had ik gezongen toen. En ja, dat gewoon van nu ook nog eens een keer naar loesteren. Twee beminden, elkaars gelijkgezinden, altijd onafscheidelijk. Twee verbonden zielen, die voor elkaar vielen. Echt een paar uit één stuk. Je kon ons erom benijden en ik dacht wel bij tijden, dit is wat men noemt geluk. Met wagenwijde deuren open. Een mens met tolerantie en respect. Een mens die durft te vechten voor zijn mening. Een mens die door ze zijn bewondering opwekt. Een mens die lacht om zelfgemaakte fouten. Een mens die altijd nieuwe kansen geeft. Een mens die stimuleert met heel zijn wezen. Een mens die voor een mens de andere mensen leeft. Een mens zoals jij, waarvan ik weet dat jij het kan. Een mens zoals jij die mens wil zijn en niet alleen maar vrouw of man. De wereld heeft tekort aan mensen, moed.
nodig onverdroten. De wereld heeft nog ruimte zat voor mensen met kloten. Ja, mensen met kloten. Mark, dit bij ons in de studio. Mark, wat kun jij over dat nummer eigenlijk vertellen? Mensen met kloten. Ja, mensen met kloten. Het is de enige tekst van Noven die ik net zelf had geschreven. Een tekst is van Wim Hogekamp, die de muziek voor een Sheethoezer had gemaakt. En er wordt een cabaretgroep, de Middelbare Meiden, en die houden dit nummer als slotlied in het programma. En ik denk, dit is zo'n leuk nummer. En toen word ik zelf repertoire aan het zoeken. Ik denk, ja, dit kan ik niet schrijven, maar dit kan ik misschien wel overnemen. Nou, ja. En zodoende is dat gekomen. Ja. Met als duo en ik had het als solo. Ja, en meteen aparte stem onder het muzikale arrangement. Mark, heusendaags, hè? Oké, je bent verbonden aan Eikenhagen College. Wat deed ze dan? Wat doe ik door? Ik werkte als decaan. Dus ik gaf kinder advies over de profielen die ze moeten kiezen. En ook over de vervolgstudie, mbo, hbo, wat ze willen gaan studeren. En ik ben webmaster, dus ik hoor de website van de school hoor ik bij. Als er de handjes vol waren? Dan vult er wel de werk. Complete dagtaak. Ja. En we zijn nu bezig op school met een nieuw school. De oude school, het Eikenhagen College, werd volgend jaar afgebroken. En aan de achterkant zie je al een beetje het nieuwe Eikenhagen, de lucht in reizen. Ik kan me het huidige Eikenhagen nog herinneren, wie het oude, hele oude Eikenhagen afgebroken wordt. Ja, ja. En dat dacht, oh, wat een mooi gebouw. En dat werd nu ook alweer afgebroken. Ja, dus voldeed eigenlijk met duurzaamheidseisen, ja. Voldeed het dit aan. Ja. Toen is gekeken van, kan ze het dan beter aanpassen? Of kan ze het ook beter nieuw bouwen? En ja, het wordt toch eigenlijk zo dat ze beter een nieuw gebouw daar koos. Dat ze levert stikstof toch even de ruimte in jagen. Maar dan heel duurzaam. Klimaatneutraal, energie-neutraal gebouw werd dat, dan. Dat moet al wel. Ze mogen eens bouwen en het zo dat in Sia's al echt een vet probleem. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Goed, project Jenny Arian, het Metropoolorkest. Dan zeggen ze weer, Jenny Arian. Ja, de iets oude lu die weten wie Jenny Arian is. En wanneer Jenny Arian luistert, het blijft nog maar Jenny, als je dialect verstaat, prima. En anders doen we even de ondertiteling eronder. Ja. Nou ja, de stiefpop van Jenny Arian is Harry Bourdon. Oh! Hier lang ja, van wie natuurlijk. Schoenis Limburg is. Dus wellicht dat Jenny wel een beetje Limburgs kan verstaan. Ja, nou, dan kunt u gewoon doorgaan op het Limburgs. Theaterprogramma. Ja, in 2018 woedde Frank Jochemsen, dat is degene waar ik met die samenstellingen van die programma's door, woedden we benaderd om een programma over Robert Long samen te stellen. Mm. Ze zijn voor Grasduin en het hele repertoire van Robert Long. Nou, daar hadden ze een stuk of 300, 400 liedjes geschreven. Oh ja, dat is hoe breed. Ja. En door Oud hadden voor nummers gekozen en we hadden gekeken naar de artiesten die dat toen gingen uitvoeren. Mm-hmm. Er zat Karen Bloemen bijvoorbeeld bij en nog een aantal lu. En die hadden voor toen liedjes gegeven waar we dachten van dat past bij die stem, maar dat is ook een liedje wat een beetje wel weer eens een keer gehuurd mag worden. Nou, daarna komt het programma over Ramses Shaffi, Ramses leeft. Daarna zijn voor het programma gedaan over Toon Hermans. Mm-hmm. En het volgende jaar, en daar zijn we op dit moment mee bezig, zijn we bezig met het programma over Wim Sonneveld. Dat gaat ook spelen in het Toon Hermans Theater volgend jaar, maart 2024. Mm-hmm. En daar zijn we nu voor aan het samenstellen. En daar zijn we een beetje een kijken van, want Welen, de zanger, deed er aan met. En Richard Groenendijk, van wat zijn geschikte liedjes voor die lu? En wat kennen ze met onze voeten? En wat is een mooie programmaopbouw? En wat is ook interessant voor het Metropoolorkest? Ja, maar nu wacht even. Ja. Wie komen ze in godsnaam bij die? Ja, ik had met Frank in het verleden had ik ook al vaker dingen gedaan. Onder andere ook met Astrid Neijg. De naam is ook al eens een keer vandaag gevallen. Toen had ik ook met het theaterprogramma en de cd samengewerkt. En ik verzamel heel veel Nederlandse muziek. En ik zit best wel diep in dat soort repertoire, te vroeg de ummer. En daardoor had ik ook alles nog in die tijd, die jaren nu, vaak op cassettebandjes opgenomen. Dus ik had nog vaak liedjes die net op de plaat stond, waar hem op het bandje liggen. Mm-hmm. Ja, en zodoende zijn we daarmee aan de slag gegaan. Ja.
Als ook nog een cassettespeler. Had ik ook nog. En dat deed het nog helemaal. Je deed het nog helemaal. Ja, die kan ze tegenwoordig wel uitschrijven. Dat is wel hip geworden. Ja, klap op mijn kontje. Ja, we hebben het dan over Ria Valk. Ik zei toen straks tegen Mark van... Ja, iedereen kent Ria Valk van... Borstjes op mijn borstjes. Prijtjes op mijn tijtjes. Carbonade en salade op mijn bil. En toen zei ik tegen Mark nog... Zou dat in de huidige tijd nog mogelijk zijn? Ik denk dat dat onder de titel grensoverschrijdend gebracht zou worden. Ja, hè? Wat denken we daarvan? Een klap op mijn kontje? Ja, daar krijg je tegenwoordig procesverbaal voor. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, tenminste, dat is zover als ik weet, kost je dat wel een paar euro. Ria Valk, vertel iets over samenwerking, overeenkomsten, vriendschap tussen jou en Ria Valk. Ja, eigenlijk, Ria Valk is iets uit mijn jeugd. Ik keek heel vaak naar Zeggen Zaden, dat comedy serie, en dan zat Ria Valk in. En ik zoog erbij op volle toeren, optreden. En op een gegeven moment word ik met Ria Valk in contact gekomen voor de samenstelling van een cd. En toen leerden we elkaar beter kennen. En toen dacht ik van, het zou toch heel interessant zijn, zeker als seizoenrijke carrière had, om dat misschien eens in een biografie vast te leggen. Dus dat had ik Ria vuur gesteld. Nou ja, dus zag van ja, begin er maar aan te schrijven. Dus ik ben eraan begonnen. En in 2018 is die biografie uitgegeven. En dat wordt flink opgepakt door allerlei zenders en kranten, et cetera. En op een gegeven moment zelfs Han Pekel ik wil rondom Ria Valk een tv-monument maken. Nou, daar had het boek ook zich voor geleend. En daar had ik dan in de uitzending erover mogen vertellen. En dat is eigenlijk een beetje mijn link met Ria Valk. En wat het leuke nu is aan dat liedje Een klap op mijn kontje. Dat had Ria in de jaren 80 bij de Telstar Studios in Weert opgenomen, bij Johnny Hoes. Mm-hmm. En daar werkte toen, en daar had er 21 jaar gewerkt, Theo Breuls. Ja, ik ken hem. Ja. Ik ken hem. Ik had hem recent ontmoet. Ja. Ja. En, fantastische mens trouwens. Fantastische mens met hele rijke verhalen. Ook met heel veel lui had samengewerkt. Ja. En ik mag gelukkig nu de laatste tijd met hem samenwerken. En dat ging voor dadelijk nog echt van te huren. Oh, natuurlijk, ja. En Madeer had dus het arrangement geleverd van dit lied. Wat eigenlijk bekend is, ook wel in een versie van Pierre Cartner. Maar Ria had er een 83-84 hitje mee gescoord. Een klap op mijn kontje. Ja. Ja, we gaan naar Bling Bling. Want dat is eigenlijk de aanleiding geweest waarvoor je vanavond hier bent, hè, Mark? Ja, dat is de nieuwe single, zoals dat heet, hè? Dan zijn we voor een intronische moeder. Ja, nee. Nu hebben we platdurig, hè? Ja, ja, goed. Anderzijds kan je natuurlijk ook zeggen... Ja, ik had twee versies, hè. Van dit liedje besteed een Nederlandstalige versie en een Limburgstalige versie. Ja. Begon vandaag voor de Limburgse, maar het is toch de A-kant. Een carnavalesk liedje, misschien gaat dat nog wel werden voor de carnaval. Ja, blieven drieënen, zou ik zeggen. Blieven drieënen. Ja, dat titel is er hier in ieder geval, Jood. Ik zou mij zomaar kennen vuurstellen dat ze met de carnaval has, als thema had bling bling. Dat zou ik kennen, hè. Dat is helemaal hype, dat bling bling. Trouwens al jaren waren dat bling bling. Wie meer bling bling, wie meer knuip dat er hing. Vaak ook kiets gewoon, maar ja goed, met de boete staan er net. Hè. Vertel, Mark, wie is Bling Bling geboren? Ja, hoe is Bling Bling geboren? Nou, ik wou immer nog eens een keer een beetje een carnavalachtig liedje schrijven. En ik zit op zangles, zoals ik het vorige uur al verteld. Ja. En bij Rini Hoebe. En ik kom met die tekst bij haar aan en zei ze tegen mij, want Rini maakt vaak wel melodieën bij mij. Van ja, daar wil ik wel eens mee aan de slag gooien. Dus houden we een liedje in elkaar gestoken. En toen kwam eigenlijk met dat theaterprogramma waar ik mee bezig was. En toen dacht ik bij mezelf, dat zou wel leuk zien. Ik had een conferentie bedacht over een café en zo gaat allemaal. En dan stond ik daar bij Bling Bling, een kleier stond ik daar. Een conferentie te geven. En dan op een gegeven moment ontaard dat dan in dit lied. En ik ging optreden in het cultuurhuis, in andere plekken waar we stonden. En daar broken nu eigenlijk met het liedje wel een beetje de tent af. Ze in ieder geval allemaal met te klappen. Dus toen dacht ik van ja, moeten we het misschien toch maar eens een beetje als single uitbrengen. Ja. En dat is nu gebeurd. Zou Rini zitten te kijken als ze er gewaarschuwd? Ik had er wel in gezegd dat ik vandaag bij dicht zit. Ja, nou dus, ja, goed. Vergunt ervan uit dat het kijkt. Rini, vergunt loesteren naar het dirty geschreven nummer. En de muziek ook? De muziek is van Rini en de tekst is van mezelf. Ah, kijk. En dan moet ik toch zeggen. Wij hadden nu het eerste... Ja, dat was eerst
dat tekst gemaakt, denk ik. En had de muziek opgeschreven. Ja, ik had een tekst gemaakt. En ik hou wel eigenlijk één keer op het einde bling bling erin geduid. Mm-hmm. Maar daar is hij met aan de haal gegaan. En uiteindelijk, en dat zullen ze dadelijk ook huren, herhaalt dat bling bling zich heel vaak. Maar dat is echt het idee van Rini. Ik wil daar wel even gaan op zagen. De Has, laten we maar zeggen, arrangeurs. Hè? Mm-hmm. Arrangeurs die zijn van, ja, schik me maar eens de muziek. En dan maak ik door de tekst wel op. In dit geval is dat dus anders omgegangen. Ja, eerst je tekst. Toen had Rini een conceptmelodie gemaakt. Mm-hmm. En toen ben ik nog naar Theo gegaan, Theo Bruls. Ja. En Theo die is wel arrangeur. Dus die geet dat dan helemaal muzikaal inkleden. Die denkt door met een trompet, ja. Door met gaat met violen, door ja. Met de drum gaat halen. Je moet Theo de groeten doen, want en mensen hem spreeksmergen of zo. Ik had hem een keertje gegeven en uitgenodigd voor de Parkstad Cultuuragenda. Want wat die man over muziek kan vertellen is onwaarschijnlijk mooi. Ja. Met welke grootheden der aarde die allemaal gewerkt had. Ja. In de Nederlandstalige bijvoorbeeld. Ja. Zangeres zonder naam. Hè, had ook maar ook gewerkt. Over de grenzen had heel veel met Heinz Simons ja. In Duitsland. Ja. En de Duitsstalige landen gewerkt. Ja. Met Dana Winner in België. Ja. Erik en Sanne, dat had heel veel succes gehad. Ja. Maar dus ook 21 jaar bij de Telstar Studios. Ja. Waar met de zangeres, maar ook met vader Abraham en van alle handen lu. Ja. Hij had zelfs ook wel eens voor het Metropool gearrangeerd. Voor je nu luisteren naar Bling Bling. Want dat is de aanleiding wie voor bij Theo Bruls komen. Dit is Parkstad. Wurde noch platt, al wohne ich in so'n Stadt, wo sie meistal holen Skalle, aufgesackt und hochgefallen. Geruhte Boxe kann man so alle, kenn mich ganz wäre gestohlen. Dat genützt den ich. Dat is lusteres, ik doe wat ik moet. Draag een tattoo op mijn voet. En een opgespoorde lip. Want dat is zo lekker hip. Met de mond met gouden kroenen. En een bats vol siliconen. En een lederhoze string. Met bolde boobies en bling, 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 bling. Ja, met name dat blingen, blingen, bling. Dat is natuurlijk get wie een earworm. Dat blijft hangen, hoor. Zo gauw is dat ene keer gehoord als dan de gisteren erop los. Ja. Dat nu met midden al dingen dishockey gebeuren. Bling, 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 bling. En dat hing bij mij genoeg al. Ja. En bent er het vaker gedreend werd, dan weet ik zeker dat dat wellicht wel met de carnaval kan wijden. Mark, vergunt langzaam afronden. Verhand nog één reservenummer. En verhouden dat eigenlijk maar als reservenummer opgezet. Maar ja, goed, daar hadden ze een aantal nummers gestuurd. En dan nemen we voor nu ook nog even de tijd om dat laatste nummer vandaag te drehen. Hè? Ja, hopelijk niet het laatste nummer wat ze ooit hier gemaakt had. Nee, kijk, ik ben op dit moment met Theo. Zijn bezig met een aantal andere nummers. Dus die zijn voor nu al op het nemen en een paar zijn al opgenomen. En die grond, ja, de komende tijd grond die uitkomen. Nederlandstalig, maar ook soms Limburgstalig. En ja, ook net, dit is nu een beetje carnaval. Mm-hmm. Maar er zitten toch wel luisterliedjes tussen. En ja, het werd allemaal, de nummers die ik jaren geleden had opgenomen, wordt vaak in een hele kleine bezetting. Dus echt met een combootje, met piano en een accordeon. Maar Theo is ook een beetje van, gaat breder orkestreren. En daar zijn we voorbij bezig. Zullen we maar even kijken? Ja, dat is eigenlijk een van de eerste liedjes die ik opnoem. En dat wordt in 2007, 2008.
In de Telstar Studio in Weert. Oh, kijk aan, daar had het bruggetje naar Theo Bruls. Ja, en alleen wordt toen Theo Bruls net door de opnameleider, ja. Maar toen wordt Ron Lieberton. En Ron Lieberton, dat wordt vooral bekend door de popgroep Sinatra. En dan had ook bij de Schintaler basgitaar gespeeld. En dat wordt een hele goede technicus en ook een met heel goede oren. En dat had toen een aantal nummers voor mij opgenomen. En Orogene, zeker omdat ze de eerste keer komen in zo'n studio, die zich ook heel erg groot en op die gemak stelde. En helaas is het zo dat Ron een aantal maanden geleden in augustus is komen te overlijden. Maar gelukkig had ik nog een aantal opnames met hem gemaakt. En daar is dit een ervan. En dat is het liedje Zomaar Even Kieken. Nou, dat is eigenlijk, geeft dat een beetje over als ze neer van elkaar ligt in bed met die vrienden. Mm-hmm. En dat ze neer van zich kijkt en dat ze denkt van wat had ik toch een schoon vrouw neer van mij liggen. Ja, even over Ron Lieberton toch, ja. Hè? Wens ze nog dingen op de plank als liggen, is er dan een nummer bij waarvan ze zegt van nou, dat zou ik aan de Ron willen opdragen? Het is vooral speciaal gewoon dat er zitten een aantal nummers tussen. Dat zijn eigenlijk de nummers die ik in het begin had opgenomen, die dan nog net uitgegoven zijn. Maar het zijn net specifieke nummers die echt met hem te maken hadden. Maar het is wel, hij had heel erg zijn stempel en hij had me echt gezorgd dat ik me op mijn gemak voelde in de studio. Mm-hmm. En dat is toch heel belangrijk dat ze een technicus has en een beetje. En ook soms zegt van, zing dat nog eens een keertje op nu. Mm-hmm. En dan wordt hij gewoon echt, op technisch gebied worden echt een grootheid. Dat zijn de goede oren die een technicus moet hebben. Ja. Want af en toe, als je opnames, dan denken ze, wer had dat nou in godsnaam gemaakt? Had hij dat niet gehoord? Dat maakt ze wel eens wit. Nou, voor hun te loesteren, nou, zoom maar even kijken met Mark Didde. En versleten natuurlijk dadelijk niet af zonder Mark bedankt aan voor de komst naar de studio enzovoort enzovoort. Maar dat zo meteen. Zoom maar even kijken. Voor hun zoom maar eens even kijken, man. Even kieken naar dat andere gezicht. Neven mich op het kussen en dat huurt bij mich. Zo helemaal ontspannen, kijk ik wat het deed. En ik zo stiekem loeren, zo gaan stiekem ik geniet. Van al die klinge kuchjes en soms krieg een stoet. En als ze dich daar umdreens, lig ze neer voor mich of bloed. Ik ken het soms net loten, hey stillekes bij dich. De heupe zachte strielen, het hoor en het gezicht. Soms werd ze daar wakker, wus kiek ze mich daar aan. Maar dat is snel weer over, wenn ik tegen dich daar sa. Ik hoort voor dich, ik hoort voor dich, daar huur ik kom, hey schat. Daar proef ik kort tegen dich aan en had het zich gehad. Ja, ook een prachtig stukje muziek, hè? Dankjewel. Prachtig stukje muziek zit erachter. Mooi, vol, fantastisch. Mark, de toekomst aan voor het al een beetje over gehad, hè? Had ze nog meer op lageren of denken ze van, nou, dit is het voorlopig? Nou ja, ik ga dan, nieuwe nummers komen eraan.
ik ben bezig met dat theaterprogramma samen met Han Rutte. Dat Han van zo'n 10 keer gespeeld, maar dat willen we in de toekomst willen we toch wel opvoeren. En 2024, niet vergeten? En niet vergeten, het Metropoolorkest met Wim Sonneveld. En dat speelt dus, zoals ik al zag, op 13 maart 2024 in het Toon Hermans Theater in Sittard. Dus kom allemaal, zou ik zeggen. Ja, dat kunt u niet nog wel via de social media en de kranten en wellicht wel allemaal kind van dat wel te huren. Ja, rest mij te zagen om Ria Valk de groeten te doen. Morgen als ze te spreken is. En Jenny Arjan, Elim Dito. Ja. Ja, rest mij te zagen. Toi, toi met alle projecten en alle dingen wat ze mee bezig is. De leedjes tegen de tijd dat dat doet kunt huren. Voor de groeten aan Theo Bruls. Zal ik doordoen. En ik vond het hartstikke leuk om mij weer eens nog 10 jaar bijna zo gaat. Ja, vanmorgen kijk ik dan daar eens in de RTV Parkstad Studio bij dich. Aan tafel te zetten. Heer Gedoor, goede rit nog gebroken. En de groeten aan de pakjesbezorger. Ja, ja. Adieu, man.